Heel erg goed gelukt. Lone van Roosendaal moet in. Lone! Ik ben bezig. Het afgelopen seizoen heeft MusicalWorld.tv het grootste aantal reportages besteed aan Zorro. Vanavond is de première en het zal me benieuwen of al die inspanning de moeite waard is geweest. Welkom bij de première van Zorro. Ja, ga jij knarsetandend kijken? Nee, helemaal niet. Nee? Ga met een grote glimlach kijken. Ja. Hoop, als ik het mooi vertrek, met een grote glimlach kijken. Nee, we gaan lekker genieten. We gaan kijken. Ik bedoel, ik zit hier heel die revisieperiode erbij. En het is gewoon geweldig om nu eindelijk die première met hem mee te maken. Ja. Ik heb natuurlijk wel toen ik eruit ging bij Op Zoek naar Zorro, heb ik natuurlijk wel... Ja, dan heb je wel een week gehad waarvan je denkt van... Balen, ik had verder willen gaan, maar nu niet meer. Het is nu gewoon verder en tijd voor nieuwe dingen. Ja. Oh, dat hoef ik niet te verwerken, want ik was er meteen oké mee. En Op Zoek naar Zorro is de eerste auditie voor mij geweest die ik ooit gedaan heb. En ik ben gelijk tot de kwartfinale gekomen, dus ik was sowieso heel erg blij. Je kan niet ontkennen dat je het jammer vindt dat je tweede bent geworden, tuurlijk. Zo eerlijk ben ik ook wel. Alleen, zo werkt het eenmaal. Ja. En ik gun het er van harte en hij doet het hartstikke goed. Dat ga je vanavond allemaal zien. Weet je, het is een spel en bij een spelletje is de kans dat je verliest. En ik heb daar even heerlijk op geproost met René s'avonds. Die heeft mij lekker opgehaald na de liveshow. En toen was het verdriet alweer voorbij. Ja, precies. Want inmiddels heb je ook al een paar keer de soldaat zelf gespeeld. Hoe is dat gegaan? Ja, dat is heel goed gegaan. Ja. Dat is echt heel leuk. Het is een fantastische rol. Het is 3 uur aan één stuk, of nou ja, iets korter. 2,5 uur aan één stuk doorspelen. Heel veel acteren. En daar had ik extra aan gewerkt. Dus daar kan ik lekker kwijt in die rol. Wanneer zien we jou terug op het podium? Vanaf 12 mei tot half juni. Met? Mijn Frans Halsema solo. Ja. Die is nu bijna af. Ruud Wijsman is aan het regisseren. Aha. En ik heb nu niet alleen in Amsterdam, maar overal in het land. Dus het wordt leuk. En ik heb nu een hele leuke andere baan. Ik ga toeren met Jeans. Ah. En daar heb ik heel veel jeans zin in. Jeans nummer 36. Nee, nummer 21. Jeans Grown Up. Oké. Okay. Ja, en daar heb ik heel veel zin in. Ja. En de repetities beginnen in augustus, dus ik ben benieuwd. Binnenkort heb ik audities voor conservatorium. En ik wil wel verder blijven ontwikkelen nog. En heb je net als Dennis de schepen achter je verbrand? Je was toch communicatiewetenschapsstudent? Nee, nog niet helemaal. Ik ga het nu wel afronden. Ik vind het wel belangrijk, want ik heb 4 jaar gestudeerd en dat wil ik dit jaar ook echt afronden. En dus niet volledig schepen verbranden, maar wel een nieuwe koers met het schip. Met wat voor gevoelens ga je naar deze première van Stage Entertainment? Ik ga met hele goede gevoelens naar Zorro toe, want Zorro is een held uit mijn jeugd. En ik ga daar hopelijk vanmiddag van genieten. Of dat weet ik eigenlijk wel zeker, want ik heb stiekem de try-out al gezien. Voor de mensen die jou daar nog niet hebben gezien, wat voor kans zien ze van Dennis? Nou, meer de acterende kant. Ja. Want ik hoef eigenlijk niet zo heel veel te zingen. Wel een mooie manier om je kunnen te etaleren met Jeans. Ja, en het is een goede manier om echt vlieguren te maken op het podium. Want je bent met z'n achter en je moet een hele hoge energie leveren. Dus heel hard werken. En daar heb ik heel veel zin in. En wat heb je gezien? Passievolle voorstelling. Muziek van de Gypsy Kings, dat natuurlijk heel warmbloedig is. Voorstelling komt echt naar je toe in de zaal. Dat is mooi om mee te maken. En Tommy, een hele innemende, charmante zorg. Oh, dus helemaal goed. Goh, je praat al een beetje als je voorganger, Erwin van Lambaert. Ik geloof dat het maar één Erwin is en maar één rol, dus ik hoop dat ik als mezelf praat. Ben je gewoon niet op je pootjes terechtgekomen? Nou, ik ben heel erg op mijn plek bij Soldaat van Oranje en ik heb het daar heel fijn. En een hele fijne groep met mensen. En daar zit ik nog even goed. Ik heb vorige week donderdag Spamalot gezien. Ja. In de folders draagt dat nog steeds jouw naam. Ga jij ooit nog Spamalot zien? Tuurlijk ga ik Spamalot zien, maar iedereen die mij een beetje kent weet, de voorstelling is de held, zeker bij een première. Dus op het moment dat er een première is waar Albert en ik voor de eerste keer samen weer en plein publiek zouden zijn, zou dat de energie weggezogen hebben van de show. En dat is hetzelfde vandaag, dus daarom ga ik lekker naar Zorro toe. Prachtige weer, prachtige voorstelling, dus ik heb heel veel zin. Je ziet er heel chic uit, is dat voor Simon de Apostel of is dit alvast Zorro? Dit is een combinatie van alles, mijn maskertje ligt binnen dus, en mijn befje voor als apostel. Dus, het ziet er heel suave uit. Nou, dankjewel. Veel plezier vanavond. Dankjewel. Tot dag. Mijn ogen dicht, voel ik de wereld draaien die van binnen staat. Mijn hart in licht en laag.
te bouwen. Hoop is wat ik hen wil geven. Genees jij al mijn angsten en pijn. Vanaf nu ben ik wie ik wil zijn. Sta mij bij. Tommy, gefeliciteerd. Dankjewel. Je hebt zo hard gewerkt voor deze rol. Is de beloning precies zoals je verwacht had? De beloning is boven mijn verwachtingen uitgestegen. Ja? Ja, op het moment dat toen ik het programma had gewonnen, toen weet je niet zo goed wat je moet verwachten, want je kent het stuk nog niet heel goed. En dan krijg je een script in je handen geduwd en dan begin je het pas echt te ontdekken, weet je wel. En dan begin je pas te realiseren wat die rol precies inhoudt en ja, het is een rol waarin ik zoveel van mezelf heb kunnen laten zien en nog kan laten zien. Ik was een beetje ziek, ik ben verkouden en er ging bij ons keelontsteking rond. Niets gemerkt. Oh echt? Ah. Ik kan heel goed doen alsof. Ja. En dus, nog 2 dagen voor de première, je weerstand is laag, dus toen kreeg ik het ook meteen antibiotica erin. Dus ik dacht, oh, als mensen het maar niet gaan merken en als ik maar gewoon de voorstelling kan spelen die ik wil spelen. Ja. En volgens mij ging het heel goed. Ja. Toch? Het is een stuk wat nog heel erg kan groeien. We hebben heel erg korte tijd gehad om try-outs te doen. En ik vind het echt heel knap dat we nu met de groep al zo'n resultaat weten neer te zetten. Want volgens mij ging het heel erg goed. Het publiek was laaiend enthousiast. Ja. Nu jij zelf? Het voelt nu een beetje als een ontlading. En we hebben al een aantal hele goede try-outs gehad. Dus het voelde al echt van, oh, nu mogen we de première gaan doen. En nu gaan we het land in. Het is een cadeautje. En in mijn optiek is het echt wel de tofste mannenrol op dit moment om te spelen in Musicalland. Toen ik de rol aannam, toen dacht ik van, hier zit heel veel van mezelf in die Sergeant Garcia. Ik denk dat ik daar ook ben aangenomen. Ook de typecasting speelt wel wat mee. Maar ik voel me heel verbonden met zijn karakter. Wat viel je mee? Wat viel je tegen vanavond? Eigenlijk het enige wat me... Nee, die viel eigenlijk niks viel me tegen. De energie was goed. En we hebben van tevoren met elkaar besproken van we gaan ons verhaal vertellen. En we gaan als een groep, zoals we de show hebben gemaakt, gaan we gewoon met elkaar op het podium in het moment zitten. En dat is heel erg goed. Het is heel erg goed gelukt. Lone van Roosendaal. Lone! Ik ben bezig. Goed. Tommy heeft het gewoon. Ja, Tommy die echt. Ik zei dat net tegen hem. Hij is echt fantastisch. Hij heeft de X-factor. Vanaf dag 1 dat die jongen verscheen op tv dacht ik, oké, die gaat het worden. Ze zijn allemaal heel goede jongens, maar die gaat het worden. Doet het geen pijn dat het grootste deel van het publiek, vooral in de eerste dagen, voor Tommy komt? En niet voor Michel Splietel. Ja, maar dan kan ik juist extra verrassen. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ja, ik denk dat het voor, ik bedoel, Tommy doet het hartstikke goed. Dus ik zou ook voor Tommy komen, denk ik. Ja, wij kwamen ook voor anderen, hoor. Echt? Oh, gelukkig. Ook voor mij? Ja, uiteraard. De techniek ging ook allemaal heel erg goed. Het is best wel een tricky show. Er zijn zoveel dingen die fout zouden kunnen gaan, maar alles goed gaan. Ja. Heb je de danser in jezelf ontdekt? Heb je mij zien dansen in de eerste acte? Ja, balkon. Ja, je verstopte je, maar wij hebben je gezien. Ja, ik stop in het donkerste hoekje weg. Ja, nee, schaamt je toch niet voor je danskunst? Nee, ik schaam mij absoluut niet voor mijn danskunst. Maar iedereen begint er steeds over. Dus, ja, dat is, kijk, ik ga niet zeggen dat ik een danser ben. Zeker niet aan stom. Ja, dat ben ik ook niet, maar ik kan wel een beetje bewegen. Ik moet wel zeggen dat als acteur, niet zozeer als zanger, maar als acteur heb ik mezelf wel echt leren kennen de afgelopen weken. Er zijn wel echt een x-aantal momenten geweest waarin ik echt over een grens heen moest. Ik bedoel, ja, weet je, mijn geliefde Ines, die sterft toch in mijn armen. En ik krijg te horen dat mijn vader dood is. En dat zijn natuurlijk best wel... Ja, weet je, het is pas geloofwaardig als de mensen bij je naar binnen kunnen kijken. En als het gewoon oprecht is. En ja, daar ben ik wel... Dat heeft me wel wat moeite gekost in het begin. Maar ik ben nu heel erg blij dat ik mezelf gewoon met plezier in die rol kan banen. Je grootste angst van vanavond? Of ging je onverschrokken de avond in? Nee, ik heb wel een paar momenten dat je denkt als dat maar goed gaat. Ik heb zo'n cape waar ik van alles mee moet doen. En dan hoop je dat hij niet blijft hangen. Ja. En dat moet die man een beetje gekker maken. En het eindgevecht met Tommy, dat is best wel een heftig ding. En daar kun je nooit
Dat kun je nooit heel erg van, nou, dat hadden we gisteren goed, dus het komt wel goed. Dat is elke dag, kan er weer wat misgaan. Ja. Of nou een stoel breekt, of een zwaar blijft hangen, of weet ik het wat. Dus, en dat zijn echte zwaren, dus dat is heel pittig. Ik ben blij dat de zomer begint, maar ik ben ook blij als straks het najaar begint, want ik kan niet wachten op Wicked. Oh ja, ben je Wicked fan? Ja, zeker. Oh, ja. Ja. En ik was totaal verrast dat jij de rol van Glinda kreeg. Ja. Was dat een gevecht? Ik kan me zo voorstellen, een hele gang vol blonde musical actrices. Ja, mijn haren trekken en zo. Nee. Nou, dat is een battle, ja. Zonder dat de klappen vallen. Ik ben wel ook in Nederland bij de voorstellingen betrokken. Net als dat ik dat ook in de rest van Europa zal zijn. Hè. Dus ook bij Miss Saigon en Wicked ben ik op de achtergrond gewoon artistiek creatief erbij betrokken. Maar formeel onder mijn eindverantwoordelijkheid is dit eigenlijk de allerlaatste. En Roel Venter neemt het vanaf 1 augustus over. Ja, een kleine traan gelaten dus. Nee hoor, daarvoor moet er nog zoveel gebeuren de komende maanden voordat het 1 augustus is. En waarom dacht jij Chantal Jansen? Dat is de Nederlandse Glinda. Oh, dat dacht ik niet. Gelukkig dachten zij het. Oh. Nee, ik ga altijd eerst, voordat ik een auditie ga doen, ga ik eerst zelf letterlijk in een kelder uitproberen of ik het wel kan. En dan, toen dacht ik, na een paar keer in die kelder heb gezeten, ik ga het gewoon eens proberen. Zo, Chantal Jansen als Glinda in Wicked. Ik weet, ze is een fantastische comedienne, maar ik wist niet dat ze zo hoog kon zingen. Wist jij dat? Dat wist ik niet, ik hoopte het wel. Ah. Zij wist het ook niet, maar hoopte het ook. En als je dan met een hele goede vocal coach gaat werken en een talent aan Chantal Jansen hebt die iets per se wil. Want als er een rol is die zij per se wilde, dan was het deze. Dan is dat de voorwaarde. Als je Wicked wil spelen, dan zul je hem ook moeten zingen. En dat betekent dat je die hoge kopstem echt helemaal moet hebben. En die heeft ze prachtig, echt prachtig, tot haar eigen verbazing. En waarom was jij zo verrast? Verrast omdat ik precies weet hoe jij zingt. Ja. En ik weet wat we aan je hebben. Maar dan weet je dit nog niet. En dan ken ik dit niet. Ik heb het nog nooit moeten laten horen. Heb jij de sopraan in jezelf gevonden? Of was jij stiekem al een sopraan? Ik ben hoger dan een sopraan. Ja, okay. Ik ben eigenlijk altijd al een sopraan. Ik heb altijd al een fluitregister gehad. Oh. En Glinda is een en al fluit. Ja. Ja. We hebben het op de finals gewoon horen zingen. En dat is dan natuurlijk wel, zelfs voor haar doodeng, want er zitten gewoon Amerikaanse creatives die Wicked mede hebben gecreëerd. En die haar niet kennen? Nee, die kennen helemaal niet. Die zeggen, ja, het is fijn dat het, ja, nice to have a star in the show. Ja, fijn. Can she act, can she sing, can she dance? En dat is ongeveer wat ze vragen. En daar moeten ze het dan gewoon voor doen. En Steven Swartz, die moet dat natuurlijk ook gewoon goedkeuren. En die zegt dan uiteindelijk ook ja. Nou, wij spreken elkaar na de zomer bij de Wicked presentatie. Dankjewel, Chantal. Ja, dag. Vier je triomf. Veel plezier. Dag. Dankjewel.